Goedemorgen. Kijk hoe ik lach voor jullie. Ik weet niet waarom ik een glimlach op mijn gezicht heb. Maar ik ben vanochtend om 7 uur nog wat opgestaan. Ik heb mijn medicatie ingenomen. Ik ben teruggekeerd naar mijn bed. Ik heb een briefje gezet, no stormy. Toch kloppen mensen 20 keer op je deur. Om je te vragen of je medicatie vanochtend hebt ingenomen. Bitch, je bent de verpleging. Je moet weten dat ik mijn medicatie heb ingenomen. Want op de lijst is het afgetekend, waarom kom je me vragen aan de deur? Ik begrijp dat je niet gestoord wil worden. Ja! Ik ben verschrikkelijk moe. En de vermoeidheid komt natuurlijk. Overduidelijk waarom ik moe ben. Ik hoef niet uit te leggen waarom ik moe ben. Ik slaap redelijk. Maar natuurlijk niet lang genoeg. En ook niet diep genoeg hier. Omdat ik vrij vroeg gewekt word uiteraard en vrij laat in slaap val. Dus elke avond heb ik gemiddeld 3 tot 5 uurtjes slaap. Dat is al heel wat. Sommige mensen hebben geen slaap. Dus ja, maar we moeten wel opstaan om de dag te gaan beginnen. Want de dag is al lang begonnen. Het is rond 11 uur nu, denk ik. Let's go! Kijk gezellig mee. Zo, laten we kijken. Oh, die gele auto is terug! Kijk het! Hallo! Wacky! Hallo! Zo nice! Tja. Dat zijn die dingen die je moet doen. Dat zijn die dingetjes die je moet en kan doen. Want we hebben tijd voor geen andere dingetjes. Naar auto's tellen en de kleur van die auto's. Oh, ik kan die camera niet eens vasthouden. Best. Oh, het ziet er mooi uit. Van mijn breintje. Nee, ik sta anders omdat ik voor het raam sta. Ah. Dag mensen. Dag mede-cliënten die dikken op mijn profiel. Ja, wat gaan we vandaag doen? Ik hoop niet dat jullie me gaan irriteren, want dan gaan jullie het echt weten. Jullie gaan het echt horen. Maar laten we gewoon vandaag een leuke lach van maken. Heel veel spanning. We gaan er een leuke dag van maken. Een energieke dag. Ik weet niet of het een dag wordt dat ik ga sporten, want niemand heeft tijd. Ik weet of het een dag is dat ik ga sporten. Ik heb spierpijn. Het is niet goed als jij jezelf probeert te werken in geestelijkheid. Maar je hebt lichamelijke klachten. En die lichamelijke klachten komen dat je spierpijn hebt. Je hele flow is anders. Kijk, die spierpijn heb ik zelf veroorzaakt. En we hebben leuk gespeeld. Maar zo denk ik, misschien moet ik niet sporten. Of misschien moet ik mijn lichaam niet geest belasten. Maar ja, als je niet je lichaam belast, toch. Kijk hoe ik in gesprek ben met mezelf. Zo heb ik een strijd in mijn hoofd, toch. Maar als ik mijn lichaam niet belast, dan hoe ga je spieren aankijken? Hoe ga je vooruitkomen? Je moet... En waarom ben je dan niet tegelijkertijd bezig? Je kan aan je geest werken, maar je kan ook aan je lichaam werken, je vet beest. Af en toe moet ik mezelf motiveren. Praatzucht. Hoe dan ook. Is niet dat ik klaar. Het is alleen een waarneming hier. Nou, ik moet nog 3 artikelen schrijven, maar ik denk niet dat het gaat lukken om... Om 3 artikelen nog te schrijven, voordat ik hier uitcheck. Ik moet een leuk artikel schrijven over boodschappen doen. Ik moet een leuk feitje droppen. En een how-to. Het probleem is... ik wil wel iets goeds droppen. Ik wil niet zomaar random iets verzinnen. De artikelen die ik nu over heb geschreven, zijn echt artikelen waarvan ik denk... Ja, dit is nou typisch waar ik over wil schrijven. Een beetje Kim Kardashian bullshit. En Kanye. Ja, die twee. En wat die twee doen. Vooral wat Kanye. Dat is helemaal geweldig. Ik ben benieuwd als hij creative director wordt van Louis Vuitton. Als dat zo is. Kan je beter beginnen Louis Vuitton in te kopen. Nou, maar dan begin ik ook Louis Vuitton te sparen. Als hij dat gaat overnemen. Kanye. Dat gaat wel echt een sensatie worden. Hoor. Echt een sensatie.
Ja, vergis je niet hoor, in Kanye West. Deze gast weet van. Deze gast is biljonair plus geactiveerd. Ik weet niet of het die bipolaire stoornis van hem is. Maar over het algemeen wat die gast aanraakt, verandert in goud. En wat Kanye West aanraakt, verandert, als je heel eerlijk bent, het verandert wel in goud. You don't have to like him. Je hoeft niet met hem eens te zijn. Maar deze gozer is opereert wel op een ander niveau. Ik ben geen Kanye vet, hè. En die bipolaire stoornis, Allah. Maar één ding weet ik wel. Zijn output, of kennelijk de mensen om hem heen, of wie het ook moet zijn, zijn wel verantwoordelijk voor shit wat in goud verandert. Dus, anyway, ik praat over Kanye West. Terwijl ik in Zuidoost moet zijn. Westside, motherfucker! Morgen mag ik naar huis. Of morgen ga ik naar huis. En dan zit mijn detox erop. Ik denk dat ik morgenochtend wel even een wat uitgebreider videootje opneem. Beetje als samenvatting. Van wat ik hier de afgelopen 2 weken heb gedaan. Maar het voelt goed. Het voelt heel goed. Het voelt heel goed om naar huis te kunnen gaan. Ik wil ook heel graag naar huis. Ik ervaar een lichte heimwee. Wat best bijzonder is. Want ik moet eerlijk zeggen. Ik kan me niet heugen voor het laatst dat ik heimwee heb ervaren. Van hé, ik wil naar mijn huis, man. Maar ik ervaar heimwee. Dat is een goed teken. En daar ben ik heel blij mee. Vandaag ben ik eraan herinnerd dat ik 2 plantjes heb. Mijn god, mijn planten thuis. Die plant. Ik moet naar huis. Ik heb niemand aangesteld om mijn plantjes water te geven. De once my hair in the misery. Niemand heeft me herinnerd. Maar mijn planten. Ik heb 1 plant van mijn tante. Vervoer me vervoering. Het kan niet doodgaan. Ja, die plant kan wel wat hebben. Maar het kan niet doodgaan. Wel, het zal bloeien hoor. In de aankomende zomer zal het bloeien. Maar mijn andere plant, mijn speciale plant. Die mag helemaal niet dichter gaan. Ik weet die plant niet goed te verzorgen, man. Ik weet die plant niet zo goed te verzorgen. Ja. Moet kijken wat ik kan doen. Anyway. Nog 24 uur. Binnen minder dan 24 uur zijn we lekker thuis. Wat ga ik als eerste doen? Als ik hier de deur uit ga. Moet erover nadenken. Misschien kun je me helpen. Ik weet het werkelijk niet. Dus we gaan nog proberen te genieten van deze dag. Wederom dankjewel voor het kijken ook weer naar deze nieuwe vlog. Ga ik nog werk verzetten daar? Ik moet 1 artikel verzinnen om te schrijven. 1 van de 3 moet wel lukken. 1 van de 3 moet lukken. Nou, misschien verzin ik. Misschien gaat er nu een artikel door mijn hoofd heen. Goed. Ja, sorry. Mijn hersenen. Ik ben aan het nadenken. En jullie denken lekker met me mee. Ik zie je zo. Nou, ik heb mijn laatste gesprek zo net gehad met de arts. Hoe het gegaan is. En zij is ook verantwoordelijk hier op de afdeling. En ik ben heel blij dat ik mijn zorgen bij haar heb kunnen neerleggen. Eigenlijk heb ik kunnen beschrijven hoe... de verpleging en wel de juiste mensen op de juiste plek die de juiste dingen konden doen op dat moment mogen geholpen hebben om hier iets langer te kunnen blijven, dat ik daadwerkelijk heb kunnen focussen op mijn detox. Nogmaals, ik had in het begin zelf fouten gemaakt waardoor we later in het proces zijn gekomen om dingen nog te kunnen aanvragen, om te kunnen verlengen hier. Heel wat stress.
Dus deze 2 weken, waarvan de eerste week heel stressvol is geweest. En emoties en detox en geen sigaret. En hai, 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 hai. Zo. Ik ben meer gestresst geweest en meer stress ervaren om de logistiek hier. Dan dat ik daadwerkelijk trek heb ervaren naar... een agressieve trek heb ervaren naar die jonko of die tabak. Alcohol heb ik geen seconde aangedacht. Maar het is een beetje bij schuld. En ik zie ook een klein beetje mijn verantwoordelijkheid daarin. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Dat moet ik wel gewoon erbij vertellen. En ben ik blij dat ik geluisterd heb naar mijn eigen behoeften. Maar de volgende keer zal ik ook zeker gelijk aangeven wanneer iemand met een behandelvoorstel komt. Van vertel, dit is wat we willen gaan doen. Als het me niet bevalt, zeg alsjeblieft iets. Want ik heb geen zin om weer in een soort van molen te komen waar je dingen last minute wil veranderen of aanpassen. En het werkt gewoon niet. En onnodige teleurstellingen moet verwerken. Blij dat ik met de arts gesproken heb. Het geeft ook een stukje vertrouwen als ik naar haar kijk, hoe ze naar mij kijkt. Dan volgens mij ziet ze wel iemand die het moet gaan redden. Dus al met al heel positief. Mocht iemand kijken die ze iets heeft van... pas nu zeg ik het hoor. Mocht iemand kijken die ze heeft van... misschien moet ik... Ik ga het niet eens afwaken, die woorden. Het enige wat ik kan zeggen is, bel je huisarts. Ik heb mijn huisarts gebeld. Binnen 4 minuten was het telefoongesprek klaar. Dus als ik bij de huisarts bel, weet ik heel direct wat ik nodig heb. Wat ik al heb nagedacht wat ik nodig heb. Ja, het is iets van, ja, eindelijk ben je zover. Ik wil me doorverwijzen naar de Jelena Kliniek. Wil je het in orde maken, alsjeblieft? Bam. Dat was het telefoongesprek. Ja hoor, maak het in orde. En even later neem die alleen in de kliniek contact met je op. Wel, jullie hebben gezien dat ik die post heb gemaakt. Ik heb me aangemeld bij jullie in de kliniek. En nu ben ik hier en nu heb ik letterlijk mijn detox erop zitten. Mijn avontuur is nog niet klaar, maar mijn detox zit erop. Ik zou liegen als je... Als we niet zeggen dat ik een stuk helder in die camera kijk. Hè, en met een andere energie. Ja, die energie is nog steeds fout en lastelbaar. Jullie zien ook wat ik zie. En jullie zien waarschijnlijk nog meer dan wat ik tot nu toe kan waarnemen. Dat is wat ik mezelf moet blijven zeggen. Dus power me met me! Oké. Power! Power, power, power. Die batterij moet vol, man. Ik heb ambities, toch? En een van die ambities is niet als een vriendje... niet in controle te zijn in mijn leven. Niet of eruit te halen wat erin zit. Hey, Tim Didi. Boy. Is met. Oh, Suma Didi. Oh, het werd tijd, hè. Geniet en geniet. Zo. Dat is mijn nieuwsbericht. Oh. Dat stop geniet. No, hij zal stoppen met genieten van zijn leven. Dat is mijn overlijdensbericht. Daar ben ik mee bezig. Geniet, abe, geniet. Doe, abe, doe. Kijk wat die jongen heeft neergezet. Kijk wat hij gedaan heeft. Uit niets. Dat is de ambitie hier. Follow the journey. Jezelf zal zien. En natuurlijk kan God je eerder wegroepen dan de bedoeling is. Maar zolang hij niet, ja. Zolang hij eet ik trasmapuru. Minamati bre waka 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 gewoon chillibi on weet je we halen eruit wat erin zit, hè, maar ze lang abidja. Dan ben ik hier om verschil te maken in de kwaliteit van mij en jouw leven. Tot zo. Dus ik zit even hier lekker in de woonkamer. Niemand is even hier. Dus we zitten even lekker chillen hier al. En ondertussen heb ik een tosti voor mezelf gemaakt. Ik kan niet wachten tot
dat we gaan eten om 6 uur. Kan je voorstellen dat ik om 6 uur eet? Ik kan niet wachten tot ik ga eten om 6 uur. Ondertussen maakt de dokter zich zorgen van ja, heb je toch niet iets nodig, mocht het. Ze proberen goed voor je te zorgen hoor, maar... En officieel moeten ze natuurlijk ook alle steun bieden die ze kunnen bieden om mij te helpen uiteraard. Maar ja, ik heb geen behoefte aan nicotinepleisters. Ik heb ze vanaf het moment toen ik hier binnenkwam ook niet gehad. Ik weet ook niet hoe ik me voel op die nicotinepleisters. Het enige weet ik dat ik nuchter ben nu. En lang niet heb gerookt. En heel goed voel in mijn lichaam wat dat nu met me doet. Om in te kunnen schatten of ik in een gevarenzone zit het moment dat ik hier de deur uitloop of niet. Natuurlijk gaat het anders zijn wanneer ik thuis ben. Maar ja, daar ga ik pas achter komen wanneer ik thuis ben. Of ik triggers. Je kunt eten mee hier. Op camera. Even. Pardon. Ben ik dit jaar zo? Even. Hoi. Droog. Droog die touch. Ik ga er pas achter komen welke triggers ik heb wanneer ik thuis ben. Of ik thuis op de bank zit voor me uit te staren of ik getriggerd word van iets. Ik weet het niet. Daarvoor zal medicatie dan helpen als het eenmaal in je systeem zit om iets te onderdrukken. Maar het zal wat zijn dat ik 2 weken hier geen medicatie inneem of vervolgens nu medicatie te gaan starten om wat te onderdrukken. Hè? Zo makkelijk hebben we niet bij de kassa een pak sigaretten afgerekend om naar huis te brengen. Zo makkelijk gaat het niet. Of een jonkel. Zo makkelijk gaat het niet. Dik ati. Om de eerste dag dat je buiten bent. Om iets te gaan gebruiken. Dan ben je echt gangster. Dus nee dokter, dankjewel. En als ik iets nodig heb, dan weet ik je te vinden. Gewoon, ga ik je iets laten uitschrijven. Een hele lijst. Maar dankjewel. Het was goed met je meegedacht hoor. Sommige mensen spelen nep. Ik kan me goed voorstellen dat degene de dingen die ik zeg totaal niet weer wilt registreren bij haar. Omdat ze dit verhaal wel 1000 keer gehoord heeft. En een week later ziet ze iemand terug. Ik ben die week later niet en ik hoop die week later ook niet te zijn. En als ik die week later wel ben, dan wat? Ik ben terug, toch? Oké. Ik ben terug. En ik wil het probleem ook niet groter maken dan het is. Ja, het is een verslaving. Maar in bepaald opzicht is er wel een degelijk verschil, kom ik nu achter, in aan wat je verslaafd bent hoor. Hoe heftig of hoe gevaarlijk of ongevaarlijk een detox is. Daar heb ik het nu over. Het middel maakt niet uit. Maar de soort van detox wat je ervaring is, verschilt per middel. Dat verschilt per middel. Bepaalde drugs. Leven of dood, letterlijk. Als het niet goed aangepakt wordt, leven of dood. Dat ben ik niet. Zover ben ik nog niet. Ik heb mijn huis, tuin en keuken verslavingen. En zo gaan we het ook benoemen. Mijn huis, tuin en keuken verslavingen. Alles wat in die bijkeuken bereidt. Niets bijzonders. Zie je zo. Ik ga even mijn broodje eten. Terwijl iedereen naar Hugo de Jonge kijkt en die leugens van hem. Jongen. Met de maatregelen heb ik afscheid genomen van de mensen hier. Heb ik gezegd wat ik eigenlijk wil zeggen. Heb ik gedeeld
Dit is wat ik wil delen. Het is een... ik ben nog hier hoor. Weet je waarom het bij mij gedaan is? En ik weet niet of mensen dat zo 1, 2, 3 zullen begrijpen of zullen snappen. In ieder geval is het voor mij een belangrijk ding dat ik ben hier wel binnengestapt en heb me opengesteld. En dat opengesteld betekent dat ik mezelf kwetsbaar heb opgesteld. Ja, met het doel mijzelf te kunnen helpen. De wil is er, maar het ook kunnen. En daarvoor moesten een aantal lagen. Daarvoor moest iets gebeuren. En dat iets is hier naartoe komen. Durven mensen in de ogen aan te kijken die weten waar ze staan. Of misschien niet weten waar ze staan, maar in ieder geval durven uit te zoeken waar ze staan. Ik heb moeten durven mijn verslavingsproblematiek, mijn manier van denken, de keuzes en beslissingen die ik heb gemaakt, beetje bij beetje, stuk voor stuk, in hoeverre ik het heb kunnen doen, een beetje tegen het daglicht houden en kijken ze, wat is dat nou? Dat gedrag, die kleine keuzes en beslissingen, wat is het resultaat ervan? En het is wreed als je tegen jezelf moet zeggen dat je dingen doet waarvan het resultaat niet goed is. Sterker nog, het maakt juist meer dingen kapot. En het feit blijft is dat ik allemaal individuen heb en interactie heb gehad met mensen, individuen, die voor zichzelf een aantal mechanismes kapot hebben gemaakt. Zoals ik dat ook heb gedaan. Maar dan zie je toch iets waar we allemaal in gelijk staan. En gelijk zijn. Dat we meer zijn dan alleen een afhankelijkheid aan een middel. We zijn meer dan dat. En we kunnen ook veel meer. En dat heeft ons hier samengebracht. De wil om te veranderen. De wil om een halt of een stop toe te brengen op de manier hoe ik of we hebben geleefd. En wanneer je met zulke, hoe moet ik het juist zeggen? Wanneer je met zulke Ik ben met zulke belangrijke thema's voor mezelf hier bezig geweest, dat ik wel niet anders heb moeten om die muur ter bescherming van me omlaag te doen. En terwijl je je kwetsbaar opstelt, kunnen mensen ja, ik denk niet dat ze het misschien doorhebben, maar terwijl je in een hele zwakke en kwetsbare manier is opgesteld, kunnen mensen eigenlijk heel breed misbruik maken of heel
klungelig of heel, heel dom of heel stupid je beschadigen. Dat is gelukkig niet gebeurd. De sfeer was goed. De mensen zijn goed. En daarom mag ik van dankbaarheid spreken dat ik de groep heb aangetroffen zoals ik heb aangetroffen. Bepaalde dingen ook gewoon aan mijn hand heb gezet, punt. En geen ruimte voor heb laten ontstaan. Want hoe ik mij kwetsbaar opgesteld heb, hebben andere mensen zich ook heel erg kwetsbaar opgesteld. In de interactie heb ik wel natuurlijk gezien dat de een qua persoonlijkheid gewoon heel anders is. Waar de een zeker van zichzelf is zoals ik mijn natuurlijke zelfverzekerdheid heb. Zijn anderen zeer onzeker over elke keuze en beslissing die ze nemen of het punt staan te nemen. Dat botst. En dat mag botsen. En soms slaat het een klein beetje door in frustratie. Maar ik heb mezelf constant moeten blijven herinneren dat 1. Ik ben hier voor mijzelf. En 2. Hoe ik in gevecht ben met mezelf zijn hun dat ook. En dan komt het op neer wat voor persoon of mens je bent. En waar en hoe je in het leven staat. Hoe ga je om met de kans die je gegeven wordt? Pak je dingen aan? Hoe ga ik om met al die verschillende individuen hier? De highs en de lows. Ja, je wordt echt wel op de proef gesteld. Gelukkig ben ik met de juiste energie hier binnen gewandeld. Anders had ik het heel erg zwaar gehad. Want je wordt toch heel erg geconfronteerd met het feit dat er zoveel verschillende persoonlijkheden bij elkaar komen. Maar als je wil letten op elkaars verschillen, dan zal dat niet goed zijn. Maar die overeenkomsten die we hebben, is in deze fase van waar wij nu in zitten, in een detox, nog aan het begin van de journey, voor heel veel mensen is dit de eerste keer, valt hier pas het kwartje in het besef van, wacht even, wat heb ik eigenlijk toegelaten te gebeuren? Wilt niet zeggen dat je gelijk het antwoord hebt of de oplossing hebt tot. Je komt eigenlijk lopend hier binnen en je wordt mank gemaakt. En nu wordt er gezegd, oké, dit is jouw zwakke plek. En hoe ga je deze wedloop nu aflopen dan? Ja, je kan stoppen, je kan aan de kant, je kan jezelf disqualificeren. Of het tempo wat je toen aanhield, of het tempo wat ik aanhoud, wordt nu lopen. Het wordt niet meer een sprint, het is nu een duurzame sport geworden. Waarbij de kwaliteit van hoe je loopt, hoe ik ga lopen vanaf heden nu belangrijk is. En niet langer meer de snelheid. Mijn focus is nu op de kwaliteit. Omdat als ik voorbij mezelf blijf gaan, als ik de dingen die ik doe in mijn leven niet onder de loep blijf nemen, zal er zeker een situatie vrij gemakkelijk weer ontstaan en ik ben dan weer niet zozeer terug bij af, want dat zal het nooit zijn. Maar dan loop ik het risico om
terug te vallen in oud gedrag. En oud gedrag wat niet makkelijk uit je systeem gaat. En ook niet na 2 weken detox, nee. Er moet hier iets grondigs worden doorbroken en ik sta werkelijk aan het begin van mijn journey. Aan het begin sta ik. Bang ben ik niet. Ik hou van uitdagingen. Ik hou ervan om mezelf beter te leren kennen. Ik hou ervan om bezig met mezelf te zijn. En ik hou ervan om mooie dingen te oogsten. En vooral wanneer ik het wel door mezelf heb geplant. Wat ik hier heb gezaaid, zal ik zeker oogsten. Het zal vandaag de laatste avond zijn hier dat ik hier slaap. Dus later ga ik even nighty-night een beetje slapen, slaapje doen. En morgenochtend zal ik wakker worden. Zal me klaarmaken en ik zal hier de deur uitlopen. Ik wens jullie allemaal oprecht het beste toe. Zelfs degenen die hier zijn gekomen en vroegtijdig zijn weggegaan. Ik wens jullie uit de grond van mijn hart oprecht het beste toe. Want het zal altijd mijn eer zijn om de mensen die ik heb leren kennen hier. In een hele korte tijd. Ja, jullie hebben toch een klein beetje een bijzonder plekje in mijn hart veroverd. Want Varello bemoeit zich niet zomaar. Ik doe dat niet zomaar. Ik bemoei niet zomaar met individuen. Ook al lijkt het ogenschijnlijk zo dat ik mijn neus in alles wil steken, nee. Maar wanneer je door hebt of niet door hebt dat je er gebruik van hebt gemaakt of niet gebruik van hebt gemaakt. Maar wanneer eenmaal die muur van mij naar beneden is gehaald en ik heb je een achterdeur sleutel gegeven. Is er echt iets bijzonders gebeurd en ik zal ze, ja, iedereen gewoon echt oprecht dankjewel zeggen voor de gelegenheid die ik heb gehad om van energie te kunnen wisselen, van gedachten te kunnen wisselen, grapjes kunnen maken, brutaal of niet brutaal. En ik heb jullie gezegd vanaf het begin, dit hoeft niet iets te zijn wat je in je eentje doet. En daar heb ik koppig in een keuze gemaakt van ik wil het ook niet in mijn eentje doen. Ik ga het ook niet in mijn eentje doen. Want ik heb iets te zoeken hier. En gelukkig heb ik het gevonden. Het hoeft niet in je eentje. Het is de kracht van elkaar. Het is de kracht die je van elkaar wilt kunnen gebruiken en wilt kunnen aanwenden, durft te gebruiken. Om elkaar te helpen beter te worden. We hebben hier niet het wiel opnieuw uitgevonden. Ik heb hier ook niet het wiel opnieuw uitgevonden. Sterker nog, dit is een lopende top efficiënt gemaakt rollercoaster van mensen die hier binnenkomen en naar buiten gaan. Maar in mijn hart is wel een stukje magie ontstaan, waarvan ik zeg, ik durf hiermee verder te gaan. En ik had het niet gedaan of ik had het niet gehad. Als ik niet ervoor was gegaan en niet heb gezegd, weet je wat? Ik heb hulp nodig en ik ga hulp accepteren.
Heel eenvoudig kan ik nog 5, 6, 7, 10, 20 jaar comfortabel doorgaan in datgene wat ik deed. Maar ik ben blij dat ik tijdig aan de handrem heb getrokken, heb gezegd. Anosso. Niet op deze manier. Er is namelijk meer. Als je werkelijk in controle bent, is er geen twijfel namelijk. Is er geen ruis in die geest en in het hart. Dus het grip krijgen weer op het leven. Dat is voor mij de aankomende periode de uitdaging. En waar ik met vernieuwde energie, met meer kennis, met extra instrumenten weer in mijn gereedschapkist en in die rugtas mee verder kan. Ik ben klaar om naar huis te gaan. En mijn huis gaat me zeker zien. Zo hé. Het is weer heel laat op de avond. Iedereen ligt in zijn bed. Leuk dat je nog steeds kijkt naar mijn vlog hoor. Ik waardeer het echt. Drop een like op de post direct. Voor het uitkijken. Op die manier steun je mijn kanaal echt, hè? En steun je mij. Wat brandt daar? Qua licht. Iedereen aan de overkant slaapt. Je kan echt zien. Afhankelijk van het postcodegebied zijn de mensen werkend. Zijn mensen nog wakker of slapen ze rond dit tijdstip? Afhankelijk van de hoogte van je hypotheek. Tja. Nou. Deze is al vol. Gaat mijn het scherm uitgaan op standby? Ik weet niet. Trouwens. Ik weet niet wat met die laptop gaat gebeuren. Ik heb het dichtgemaakt. Dus ik moet heel even. Slippers in de hoek. Leg maar uit. Oh. Dan kan ik zo een beetje inkruipen. Oeh. Zo. Dan liggen we eindelijk hier. Klein beetje in. Te fel. Lijkt op een kolenspok. Dus ja, ik weet oprecht niet hoe lang deze vlog is geworden of gaat worden. Maar het was best een lang stukje waar ik net eerder over sprak. Moest even eruit gooien wat eruit moest.
Ja, het is nu mijn laatste avond in dit bed. En ja, ik voel me goed. Ik voel me goed. Ik ben niet ongerust. Ik heb geen spanning in mijn lichaam of zo. Of ik heb geen zenuwen. En dat is best fijn. Dat ik me heel sterk voel. Ja, en ook wel in mijn beslissing om gestopt te blijven. Met die drie middelen. Ja. Dus morgen gaan we opstaan en is het avontuur hier voorbij in de Jelinek Kliniek. Te Amsterdam-Zuid. Want daar zit ik. En dan gaan we lekker naar huis. En dan ga ik lekker mijn huis weer zien. Dan ga ik lekker mijn huis weer zien. Ik was nog echt goed geïrriteerd vandaag. Ik heb een medepatiëntje hier. Die... Ja, dat ik toch een klein beetje op zijn plaats heb moeten zetten in de zin van hoe hij zich gedraagt of heeft gedraagd tegenover mij. Hij kwam hij kwam later binnen. En je raakt dan een klein beetje in gesprek met elkaar. En de volgende dag vond hij het wel nodig om het te vertellen dat hij een gigantisch vooroordeel had over mij. Ik liep met mijn Black Pride shirt. Waar hij het niet direct gerelateerd heeft aan mijn seksualiteit. Dus ik vertelde hem dat. Nou, wat betekent dat voor jou dan, Black Pride? Wat betekent dat dan? Nou, Jezus Christus, ik moest wel 20.000 keer iets uitleggen of... Ik weet niet precies wat het antwoord is wat hij zocht. Maar de volgende dag komt hij me vertellen van ja, toch een beetje ander beeld, een beetje vooroordeel, ja. Sorry meneer, je hebt alleen maar met je vooroordeel lopen zitten hier. En tegen mij aanlopen bemoeien. Ik heb hem gezegd dat ik het verschrikkelijk vond... Voor het feit dat ik heb gevoeld dat het leek of hij alleen maar op de handrem constant aan het aantrekken was bij mij. En het zie je in hele fijne manieren hoe iemand met je communiceert. Wanneer iemand zijn bek open trekt, wat hij dan zegt en hoe hij het zegt. En vooral het groot contrast met anderen. Dit gedrag op zich is mij niet absoluut nieuw. Sterker nog, dit gedrag heb ik al 20.000 keer in mijn leven gezien. Het komt namelijk uit het feit dat... 1. Ik heb een hele grote persoonlijkheid. Een hele aanwezige persoonlijkheid. Een hele sterke persoonlijkheid. En de persoonlijkheid van mij, dat komt echt wel binnen. En ik weet dat. Het is diezelfde persoonlijkheid die heel makkelijk toegang vindt tot mensen hun onzekerheid. En ook wel heel erg... op mensen hun onzekerheid kan drukken. En dat maakt dat sommige mensen in mijn aanwezigheid, of wanneer ik er eenvoudig gewoon alleen ben, ik hoef niet eens vaak wat te zeggen, op een rare manier zich geïntimideerd voelen. En als eenmaal men die rol aanneemt, van intimidatie en whatever, dan beginnen ze zich raar te gedragen.
raar te uiten. Die shift in energie, wanneer dat begint te schakelen van... Nou, Verillo vonden we nog leuk, maar nu... Dat merk ik enorm, dat merk ik heel snel. Ik geef het op dat moment nog kans. Want... die grote persoonlijkheid die heel confronterend kan zijn. Daar zit heel veel achter. Daar zit iemand achter die bereikbaar is, benaderbaar. Maar als je me wegzet als... iemand die nep is, want dat zijn woorden die ongetwijfeld niet voor niets heeft gezegd vandaag. Hij vindt me een beetje nep. Dan denk ik bij mezelf, tja, ik weet niet op basis waarvan je me nep noemt. Maar wat ik wel weet is dat je hetzelfde kleine kinderen gedrag vertoont en onzekere gedrag vertoont, zoals heel veel mensen die tegen mij hebben aanbemoeid. Maar inmiddels heb ik dit spelletje al 20.000 keer gezien. En ik heb tegen mezelf gezegd, weet je wat het is? Ik ga ten alle tijde in mijn eigen kracht willen en kunnen blijven staan. Als mijn aura, als mijn persoonlijkheid jou omver blaast, omdat je een ruggengraat hebt van, IKEA hout, dan is dat zo. Wat ik wel niet doe, is wreed zijn. En dat heb ik moeten benadrukken. Ik heb het de hele tijd gevoeld dat die jongen in mijn opzicht op de handrem trok. Ik ga met iets kleins of iets groots naar hem toe. En dan vond hij het maar nodig om mij te vertellen hoe fout ik ben, dat ik het verkeerd aanpak, dit, dat, zus en zo. Hij vindt me een wijsneus. En daar kan hij niet zo goed tegen. Ik heb letterlijk tegen hem gezegd, jongen, je moet stoppen om een intellectueel gevecht met mij te voeren in jouw hoofd. Want het gaat je nergens brengen. Wanneer mensen op intellectniveau met mij willen gaan, lopen rollenbollen over de vloer, laat ik ze. Want ik heb er geen tijd voor. Helemaal wanneer dit alles gewoon gevoed wordt door een onderliggend diep, zwak eigen vermogen en onzekerheid. Ik heb in mijn leven ervoor gekozen, dat heb ik ook tegen mensen gezegd om me heen, ik ga me niet langer wegstoppen voor Jan en alle man. Want terwijl iemand een intellectueel gevecht in zijn hoofd met mij aan het voeren is, zoek ik toenadering, zoek ik grond om niet alleen mezelf te helpen, maar elkaar te helpen. Vergeet ik in ieder geval niet waar ik ben. Dat ik allemaal zwakke mensen om me heen heb. Waar je niet op de rem voor moet trappen of zou willen trappen. Letterlijk zegt hij, ja, ik heb het een beetje gevoel dat jij dat wel nodig hebt. Dat je niet alles weet of... Hè? Dat is wat ik bedoel met op de rem trappen. Het gaat niet om of ik alles weet of niet. Het gaat helemaal niet om. Durf in verbinding te zijn. Durf je open te stellen. Durf iemand te leren kennen. Maar durf vooral in de eigen spiegel te kijken en bij jezelf te onderzoeken waarom je chagrijnig bent. Waarom je pissed off bent. Hoor hem. Ja. Later hoor. Want was ik inmiddels in discussie. Nou ja, was ik letterlijk hier alleen in de woonkamer aan het zitten. In mijn eentje. Deze keer wil ik ervan maken. Want daar komt het op neer. Dat hij lekker in zijn eten aan het chillen is in de gezamenlijke leefruimte. En dat ik zo rust ben komen verstoren. Ik heb hem gezegd, luister. Je rust is daar. Je slaapkamer is daar. Dat is waar iedereen zijn rust heeft. Daar is waar je je rust moet zoeken. Maar je kan niet verwachten in een gemeenschappelijke ruimte
toen zijn we met 13 mensen op de afdeling. En geïrriteerd zijn dat ik de woonkamer binnen kom lopen. Om in de woonkamer te komen zitten. Dat stijgt de arrogantie toch naar je hoofd. Terwijl je een slaapkamer hebt. Maar het is omdat ik een van die 13 ben die binnenkomt. Vond je het noodzakelijk om later in de discussie te zeggen dat je even in rust aan het zitten was daar in de hoek. En je had net een filmpje opgezet of een serie op te zetten. Nee, als je rust zoekt, verdomme, ga je naar huis of ga je naar je kamer. Maar dat is dat territoriale geclaim wat vervolgens ook nog erbij komt. Dat mensen letterlijk, los van dat het gevecht wat in het hoofd plaatsvindt, dat mensen ook het gebied van zichzelf proberen te beschermen van wat? Voor mij? Dan ben je toch je energie aan het verspillen. Wel, ik heb mijn mond opengemaakt. Ik heb hem duidelijk uitgelegd dat ik ervaren heb dat hij op de handrem aan het trekken was. Naar mij toe. En it's a fucking waste of fucking time. En heel jammer. Ik heb me ook geërgerd aan bepaalde mensen die hier aanwezig zijn. Weet je wat ik doe? Ben dat ik me erger aan iemand? Ja? De eerste, rem ik mezelf van waarom erg ik me eigenlijk? Want die persoon triggert iets in mij en het ligt fucking aan mij. Ik heb me ook geërgerd. Weet je wat ik ben gaan doen? Ik ben gaan praten met die persoon. Ik ben gaan zoeken om te begrijpen hoe die is. Ik ga voordeel van de twijfel maar moeten doen. Maar als ik ga toelaten dat ik me ga ergeren aan de persoon, toch? Wat hij dus gedaan heeft, hij ergert zich aan mij. Dan verpest je het toch voor jezelf, want die persoon gaat nergens. En een grap is, als je iemand een klein beetje beter leert kennen, of je zal maar net een halve zin horen, dan klikt het plotseling van, oh ja. Weet je, nou, misschien is die persoon een klein beetje zo om die en die redenen. Mijn boodschap is als volgt: laat niemand jouw sterke persoonlijkheid of jouw persoonlijkheid overschaduwen met zijn of haar eigen onzekerheid. En het is niet uit arrogantie of uit grootheid wat ik praat hier. Maar waarom zou ik iemand anders zijn onzekerheid mij eigen moeten maken? Om wat te doen? Om de poten onder mijn eigen fundament weg te. Waarom? Dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Het zit niet in mijn aard en mijn natuurlijke houding om positief te zijn, kan voor sommige mensen heel erg allergisch zijn. Heel erg confronterend zijn, maar het is nou eenmaal gewoon hoe ik ben. Ik draai dingen positief. Ik draai dingen snel constructief. Daarin ga ik een klein beetje heel veel aan emoties soms voorbij, prima. Maar ik ben iemand die voor progressie gaat. En voor kwaliteit. Maar wat ik niet doe, is dat bereiken ten koste van het wegdrukken van andere mensen. Ik ging hem dan toe met een heel raar, heel vreemd raar ding. Daar waar een gelegenheid was om misschien een beetje naar me te luisteren. Om te zeggen, Ferrello, wat je ook doet, succes ermee, doe wat je moet doen. Bleef die maar naar manieren zoeken om mij meer uit te horen. Om vervolgens een oordeel te vellen. Weet je wat grappig is? In het hele geheel. We keken vandaag een serie, toch? En ik maakte een lelijke opmerking over die vrouw die er zo als een sloddervos bijliep en die handtas aan de schouder, wat ik echt verschrikkelijk lelijk vond. Dus ik maakte een opmerking over die vrouw op tv. Weet je wat die kill zei? Ja,
je moet niet zo oordelen. Vervolgens zei hij erachteraan, Britse mensen zijn bla bla bla. Toen dacht ik bij mezelf, wacht even. Jij zegt tegen mij, ik moet niet zo oordelen. Ik sprak letterlijk alleen over die vrouw en die hele outfit van de, dat ze de rommelig bij liep op tv. Jij trekt het naar Britse mensen zijn zo. Who's judging? Ik dacht bij mezelf, wacht even. Hè? Hoor jezelf gewoon zo wat je zegt. Ik had het niet over heel Engeland. Ik sprak alleen over die vrouw. Maar dat oordeel ik. Heel Engeland. Terwijl jij dat zojuist hebt gedaan. Jij hebt ze over één kamp. Snap je? In hokje geplaatst. Dat denk ik echt bij mezelf. Je hebt half niet eens door wat je gedrag is, boy. Maar geen probleem. En nee, ik ga me niet verontschuldigen voor de geweldige persoonlijkheid wat ik heb. Wat helaas voor sommige mensen een klein beetje te groot is. Maar je denkt toch niet dat ik dof en stoffig in de hoek ga zitten. Met mijn persoonlijkheid. Wat me gebracht heeft. Wat me gered heeft. Wat me hier gebracht heeft. Wat ik nodig heb. Dat ga ik niet terug in de schoenen doorstoppen voor niemand. Echt niet. Ik ben blij dat ik mijn hart heb gelucht. En dat ik hem niet over me heen heb laten lopen. Want ik ga hier niet met een gevoel weggaan. En de deur uitlopen. Dat ik... Ja, wat zei die? Ik weet eigenlijk niet wat zijn boodschap is. Want hij weet zelf ook niet wat zijn boodschap is. Het spijt me als ik in bepaalde opzichten een spiegel voorhoud. Het spijt me heel erg dat ik in bepaalde opzichten onzekerheid in je naar boven haal. Of naar boven kan halen. Maar ga werken aan datgene wat daadwerkelijk aan gesleuteld moet worden. En zoek dat niet buiten jezelf. Zoek het altijd bij jezelf. Dat is de ervaring en de gedachte die ik graag met jullie wil delen. Laat de mensen je niet breken. En vooral mensen die vergeten dat we in een hele verzwakte positie nu zitten. Dus om mensen persoonlijk aan te vallen op hun persoonlijkheid, wat niet constructief en opbouwend is, en dat dan dagenlang. En ik zie dat je dat niet bij andere mensen doet, denk bij mezelf. Dan ben je letterlijk, zonder dat je door hebt, op een missie om een bepaalde boodschap over te brengen. En die boodschap hoort hier niet thuis. We zijn hier allemaal aan het werken aan onszelf en voor onszelf. En als je de balans opmaakt, weet ik dat ik van kwalitatieve, betere waarde ben geweest in deze fucking groep. En dat jij dat hebt gedaan. Of dat hij dat heeft gedaan. En dat is uiteindelijk waar het bij mij om gaat wanneer de balans wordt opgemaakt. Ik ben iemand die zaadjes plant. En niet dat wat net gezaaid is, weer weg te pikken. Dat is het verschil tussen mensen als hij en ik. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag bij de volgende vlog. Dat is morgen. En dan gaan we. Tja. Dan gaan we loesoe. Naar huis.